Met het jaarverslag kijken we terug. Maar hoe ziet de toekomst eruit? De komende tijd zal het financieel en economisch onrustig blijven. De ontwikkelingen in Europa en in de wereld hebben een grote invloed op het fonds. Denk aan de lage rente en de schommelingen op de beurzen. In 2017 gaan we ons beleggingsbeleid weer toetsen aan de actuele situatie. Dat helpt ons bij het nemen van verantwoordelijke beslissingen over uw pensioen. Dit jaar zijn we als fonds ook druk met het overbrengen van de pensioenadministratie naar APG. Onze samenwerking met APG gaat onze werkgevers en deelnemers veel opleveren. Daar ben ik van overtuigd. We krijgen nu eerst de overgangsperiode. We moeten nog zaken testen en het zal ook best in het begin even wennen zijn. Maar daarna beginnen de werkgevers en de deelnemers van het fonds zeker de verbeteringen te merken. Dan hebben we de processen qua informatie en communicatie en de klantenservice beter op orde en kunnen de stappen gemaakt worden. In 2016 heeft het bestuur veel aandacht besteed aan het verder verbeteren van het risicomanagement. We denken namelijk dat het altijd beter kan. We leggen onszelf op om iedere keer weer een verbeterstap te maken. En dat helpt ons om betere besluiten te nemen in het belang van iedereen die bij het fonds betrokken is. U hoort het, voorlopig is er nog genoeg te doen.